Oké, dit is dus het setje dat we vandaag gaan maken. Oké, ik zwier even die deegbal aan de kant. Nou, dit gaat niet vlekkeloos, laat ik eerlijk zijn. Oh, leuk! Zo, attentie, attentie, daar ben ik weer. Hallo iedereen! Hey iedereen, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer iets superleuks doen. Ik ga namelijk weer een Popping Cooking Crazy setje maken. En deze keer zijn dat de donuts. De lang verwachte serie is weer terug. Jullie vonden echt de vorige afleveringen zo leuk om te kijken dat ik dacht ik ga er gewoon nog eentje maken. Voor de mensen die nu denken, wat is Popping Crazy? Hoe moet ik dat uitleggen? Dat is dus eigenlijk een setje met alleen maar poedertjes en je moet er dan water bij toevoegen en plots heb je donuts. Nou, fantastisch hoor. Echt helemaal leuk, helemaal paniek in de tent. Er ontstaat dan zo'n chemische reactie of zo. Ja, ik weet niet hoe dat het gebeurt en hoe dat ze eten in poeder kunnen krijgen. Maar het is zo leuk om te doen. En ik heb echt gewoon de tijd van mijn leven om dat te maken. Ik kreeg nog steeds veel de vraag waar ik die setjes van heb gehaald. Ik heb die van mostcutest.nl. Is niet gesponsord. Ik heb met mijn eigen centjes betaald. En die kost ongeveer 6 euro per doosje. Dus ja, het is niet echt goedkoop. Maar je beleeft er wel echt zeker een uur fun aan. Dus uiteindelijk is het wel nog een leuke oplossing om je bezig te houden in de lockdown. Er staat ook op dat het voor kinderen is, maar je bent nooit te oud voor een leuke sushi set of een lekkere frietjes set of nu in dit geval de donut set. Oh, ik heb ook honger. Echt waar. Ik heb trouwens nog niet gegeten, dus die donuts die steek ik echt gewoon in mijn holkies. Ik ga weer mijn gsm hier naast mij plaatsen, zodat jullie de view van boven kunnen zien, hoe dat alles gemaakt wordt. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het kijken van deze video. Oké, dit is dus het setje dat we vandaag gaan maken. Ik versta er geen ene malle moer van wat dat erop staat, want het is allemaal in het Japans, Chinees, ja weet ik het, ik zie het allemaal wel. Ik zoek altijd gewoon online een beetje zo'n tutorial op, want anders gaat het gewoon helemaal fout en dan krijg je gewoon frikandel in plaats van donuts. Dus dat gaan we niet doen. We gaan even informatie opzoeken, want anders gaat het helemaal fout. Eén groot vraagteken, één grote catastrofe. Ik maak hem open. Dat is gewoon hier. En zoals altijd zit er een leuk zakje in. Met leuke... Ja, wat is het allemaal? Echt ongelooflijk. Ik pak een schaar. En knip het met heel veel liefde en charme open. En haal er dit uit. Wat zit er in de verpakking? Een zakje met daarin 3 zakjes. Een rood zakje, een blauw zakje en een geel zakje. En dan zit er nog een zakje. Wat een zakje zegt, ongelooflijk. Met nog een... met een oranje zakje. Met een sprinkeltjes. En een paars zakje. En een zwart... Ja, nee, het is niet zwart. Het is eigenlijk bruin. Een bruin zakje. Met daarin een fantastische spuitzak. Ik weet totaal niet wat we daarmee gaan moeten doen. Bakjes, een scoop en een lepeltje. Het enige eigenlijk wat je nodig hebt bij heel die setjes is water. Want je gaat telkens een beetje water toevoegen bij het zakje en dan kneden. En ja, het is echt gewoon een heel proces. Ik neem jullie er volledig in mee. Oké, we gaan volledig van start. Dunkin' Donut Jonathan is gearriveerd. Ik knip het scoopje ervan. Dat is eigenlijk de maatbeker die we telkens bij de zakjes gaan toevoegen. Dus die is heel belangrijk in het hele proces. Als je die kwijt bent, ja, dan houdt het op. Dan gaan we dit bakje... Gaan we dit bakje... Ja, we gaan dit bakje eraf knippen. Zo. Gaat weer helemaal voort hier. Wacht hoor. Geef me even een minuut. 1 minuut 37 seconds later. Zo. 3 hours later. Knippen moeilijk. Auw, wat een lawaai. Heerlijke ASMR dit hoor, echt wel. Ik zwier even alles aan de zijkant en dan ga ik één voor één alles erbij pakken. Oké, we moeten beginnen met het gele zakje. Die knip ik open en die gooi ik in het gewone bakje hier, de grote.
Ik heb wel even opgezocht, maar ik vind letterlijk nergens hoeveel scoops dat erbij moeten. Maar iedereen doet het blijkbaar een beetje op het gevoel. Dus ik denk dat ik er even één ga ingooien en dan ga roeren en kijken in hoeverre mate dat het al wat deeg wordt. Want dit wordt het, het gewone, normale... ja, dit is nog niet goed. Dit wordt gewoon het normale vanille deeg. Maar ik zie dat er echt nog veel meer water bij moet. Ik ga er even nog een scoop bij gooien. En misschien zelfs nog één. Zou ik het durven? Ja, ik durf het. Dus dat is een beetje op het gevoel dat je dat moet doen. En het moet een beetje deeg worden. Dus vanaf dat het echt zo plakkerig is, dan weet je, nou, dat is in orde. Het ruikt hier enorm hard naar suiker. Ik denk echt oprecht, als je zo één hap van die deegballen eet, dat je gewoon direct diabetes hebt. Nou, ik ga er nog een klein beetje water aan toevoegen, maar niet al te veel. Zo, een klein beetje voor de smeuïgheid, want ik hou wel van een smeuïge donut. Eigenlijk, ik ga heel eerlijk zijn, ik ben echt geen donut fan. Ik vind dat zo, ik vind dat lekker voor één hap. Maar nu niet om te zeggen van, god, geef me hier elke dag een donut. Absoluut niet. Veel te zoet. Ik ben echt wel zo'n lekker bek, maar een donut gaat er echt over. Ik denk dat nu gewoon met mijn handen dat ga kneden tot een deegbal. Ik heb trouwens mijn handen gewassen, hoor, voor de hygiënische poezen onder ons. Ik hoor de comments al komen. Oh my god, Jonathan, heb je je handen gewassen? Ja, ik heb het gedaan. Zo, dit is mijn deeg. Ik leg dat hier even aan de kant, want dat gaan we straks nodig hebben. Oké, ik zwier even die deegbal aan de kant. Nu gaan we verder met het bruine zakje. En in het bruine zakje zit eigenlijk het deeg voor de chocoladedonuts. Dus die gooi ik hierbij. En net hetzelfde bij de gewone normale kleur donut gaan we daar ook weer scoops water bij doen. Op het gevoel. En ik ga er nog een derde bij doen. 3. En nu ga ik weer lekker roeren met mijn lepeltje. Wat een sensatie. Ongelooflijk. Sorry, maar dit is toch gewoon echt geweldig om naar te kijken, niet? Ik vind het altijd superleuk om zo op het internet zo mensen dat te zien doen. Dat is zo'n euforisch moment. Oh, druk hier echt naar chocola? Niet te doen. Ik denk wel dat hij nog een beetje... Oh, nou, ik zit helemaal in het verkeerde bakje. Jonathan, hoor je in. Je bent enthousiast, ik weet het. Maar hou het een beetje in beperkte mate, hè, jongeheer. Ik ga nog een beetje water bij doen, want ik heb gelijk het gevoel dat het nog niet goed is. Ik blijf het zo leuk vinden, die pakketjes, echt waar. En het eindresultaat gaat waarschijnlijk ook weer prachtig zijn, hè. Ik ga er nu weer met mijn handen in gaan. Om even extra... te platten. Zo, ik denk dat het al wel oké is. Dat is mijn chocoladedeeg voor de donuts. En die leg ik ook even aan de kant. Nou, we hebben ons deeg dus gemaakt. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat we elke bol in 2 bolletjes maken. Die even aan de kant leggen. En dan gaan we ze drukken in die vormpjes hier. Zodat je een ronde donut hebt. En een bloemetje. Ja, of wat is het? Ik denk dat het een bloemetje is. En dan heb je dus van elke kleur eentje. Dus ik ga die nu even daarin platten. Achter. Het moet wel natuurlijk een gat zijn, anders is het geen donut. En die pers ik er dan uit. En ik neem aan dat dat nu de vorm gaat hebben van een donut. Nou, dit gaat niet vlekkeloos, laat ik eerlijk zijn. Heel mijn donut gemolesteerd. Ah, het valt nog mee. Oké, ça va. Daar kan ik nog mee leven. Ondertussen is mijn vormpje wel helemaal naar de Filistijnen, maar ik ga het nog een beetje proberen te fixen. Moet nu eens zien, hoe goed gedaan. Wat prachtig. Heel, heel mooi gedaan. Oh, oei, nou, dit gaat helemaal voort. Superleuk, echt prachtig. Zo, die leg ik nu op mijn dienblad. En zoals je ziet, dit zijn mijn donuts momenteel. Sorry hè, maar Dunkin' Donuts, als jullie kijken, huur mij in hè. Ik zeg het u, ik help graag. Oké, ik zwier mijn donuts even aan de kant. Die heb ik momenteel niet nodig. Nu gaan we in de 2 bakjes de sausjes maken. Dus de paarse, die ga ik hierin doen. En de blauwe, die ga ik daarin doen. En dan moet er 1 scoop volgens mij bij, of 2. We gaan zien hoe dik dat de substantie is. Wacht hoor, dus dit is de chocoladesaus. En dit is het vanillesausje volgens mij. Ja, ik weet niet exact wat wit is. Ik denk dat dan een vanillesausje of zo gaat zijn. Of glazuur. We zien het wel. Ik gooi er bij elk even om te beginnen 1 scoopje bij. Ik denk dat dat voldoende gaat zijn. En nu de chocolade. Als je het leuk vindt om naar te kijken, laat het weten in de comments. Ah, oh, moet ik eens zien. Oh, daar word ik toch wild van dit. Oké, ik leg dit even aan de kant. Nu gaan we naar het voorlaatste zakje. Dat is deze. Die gooi je in de spuitzak. Wacht, dit wordt nog even lastig. Zo. Nu moet ik daar ook een scoopje bij doen. Nou. Oh, dit gaat voort. En nu moet ik een beetje zo gaan... Zo'n beetje zo doen. Dat het goed
gemixt geraakt. Oh, dat was wel echt glazuur. Ja, echt leuk. Zo, ik denk dat ik dit wel goed heb gedaan. Dus nu zit het aan het spijtzakje. En als ze biedt, knip ik dat hier open. En kan ik zo eigenlijk mijn donuts versieren. Oké, nu is het leukste moment natuurlijk aangebroken. We gaan de donuts versieren. Ik heb hier dus de donuts. Hier heb ik de sausjes. Glazuur. Ik heb nog sprinkles voor erop te gooien. En dit laatste zakje zijn eigenlijk koekkruimels. Dus die kan ik ook nog zo wat overstrooien. En ik ga een beetje een mix maken van alles natuurlijk. Ik doe even zo een klein dingetje ervan. Wat ga ik doen? Ik moet wel even een strategie hebben, hè. Wat ga ik maken? Bolletjes of zo, weet ik het. Kijk hoe leuk. Oh, leuk! Ik ga zo'n beetje zigzaggen zo. Dat doen ze toch tegenwoordig ook altijd zo op van die... No, dit gaat voort. Alhoewel, Savat heeft nog iets. Het is toe een bepaalde swirl. Ik kan me er wel in vinden. Ik ga op de bruine chocolade, want ik denk dat dat wel een lekkere combi gaat zijn. Oh, jongen, ik ben hier echt gewoon prachtige donuts aan het maken. Ik zeg het u, binnenkort Dunkin' Donuts failliet. Jonathan heeft zijn eigen donutwinkel op de markt gezet. Dit is echt kunst. Picasso, prachtig. Ik heb het echt goed gedaan. Ik ga nog een beetje voor de optimale swirl een beetje wit toevoegen hier zo. Ja. En nog een beetje hier. Zo. En nog een beetje hier. Sorry, maar ik vind die echt heel mooi gelukt, als ik heel eerlijk ben. Oké, top. De sausjes zijn erover gegooid. Nu pak ik nog even dit zakje. Voor wat koekkruimels of ja, waar het zitten. Ah, het zijn nootjes. Ja, we zien het wel. Ik denk dat dat wel lekker gaat zijn bij deze. Oh, maar jongens, zie dit. Wat een luxe donut. Sorry, maar dit krijg je niet hoor bij Dunkin' Donuts. En nu nog sprinkles. Ik ga wel de zooi er een beetje rondkruisen, want nu ziet het er echt gewoon één groot slagveld uit. Maar dan geef ik zo meteen een goede close-up hoe dan mijn donuts eruit zien. En nu is natuurlijk het leukste moment aangekomen. Ik ga kijken of dat ze ook effectief lekker zijn en ook naar donuts smaken. Dus ik pak even de eerste erbij. Ik vind dit wel de meest belovende. Ik vind die echt heel mooi gelukt. Wacht hoor, ik ga dat een beetje zo tonen. Deze. Nou, in 3, 2, 1. Nee. Nee, dit is niet de vibe. Niet lekker. Oh, die substantie. De goedland. Nu ga ik een keer de chocolade proberen. Dit is de tweede. Die is echt ook heel mooi gelukt, moet ik zeggen. Die is met zo van die nootjes en die koekschilfers. Nou, 3, 2, 1, go. Ga eerlijk zijn, hè. Het glazuur erop is bij beide wel lekker. Maar dat deeg is echt smerig. Nee, dit vind ik niet lekker. Ik ben gewoon eerlijk, hè. De andere setjes vond ik wel echt nog te doen. Maar dit is echt... Nee, ik ga die andere twee ook niet eten. Snap je? Een donut, dat moet toch zo luchtig zijn van binnen. Dit is echt gewoon een deegbal dat ik aan het vreten ben. Echt waar. Vies. Smerig. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat die deegballen er weer uit gaan komen bij mij beneden. Ik denk dat ik gewoon verstopt ga zijn voor 3 weken. Oké, eindoordeel van de donut Poppin' Cooking Crazy set. Het is een heel leuke set om te maken. Het is echt wel leuk om er gewoon mee bezig te worden. Het is echt... Ja, dat is gewoon leuk, dat is apart, dat je van poedertjes gewoon iets kunt maken van eten. Maar deze set is echt niet te vreten. Sorry, die vind ik echt heel vies. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat jullie het echt ook een superleuke video vonden om naar te kijken. Ik vond alleszins heel leuk om te maken. En ik vroeg me eigenlijk af, wat willen jullie eigenlijk van mij zien? Als jullie iets weten, iets van leuke ideetjes ofzo, of dat ik moet testen, laat het weten in de comments. Ik kijk zeker naar de comments en dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk inbreng van jullie in mijn video's te steken. Want dat is misschien ook wel leuk. Bij deze wil ik jullie super hard bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren op dit kanaal. Want er komen nog heel veel leuke video's aan. Heb je zoiets van, god, de pret mag wel verder gaan voor mij, dan mag je mij ook altijd volgen op Instagram en TikTok. Dat is gewoon Jonathan Midaar en Jonathan Midaar 1.
Nou, ik ga hier heel de zooi opruimen, want het is hier één grote plakboel, poederboel en één confetti-festijn. Nou, het gaat weer fout, hoor. Heel hartelijk bedankt om te kijken en tot de volgende week.